Altijd voor strijden. Iets heel anders. Cherie. jij wil iets weten over migratie, volgens mij. Ja, nou dat is natuurlijk al vaker gevallen vanavond. Ja. Um, het is een probleem, om het zo maar te zeggen, dat veel migratie, asielzoekers die niet hier mogen blijven, hier wel blijven. Wat zijn de concrete plannen om die mensen die dus hier te lang blijven, en dus ook de woningen, markt en dat soort dingen verstoren, om het maar maar niet te woord te zeggen. Wat, wat, hoe gaan we dat aanpakken? Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we zeggen, jij woont hier al, maar je moet nu weg? Ja. Wat, wat zijn de concrete plannen daarvoor? Ja, ik vind dat we, dit is echt een onderwerp waar we als politiek de afgelopen jaren veel te veel hebben laten liggen. Hè? Mensen die in Ter Apel of in Budel wonen bijvoorbeeld, de plekken met de grote AZC's, die hebben al jarenlang overlast van een hoge instroom. Maar vooral ook van veilige landen die hier niet mogen blijven en die terug moeten. Wij willen investeren in een goede asielketen, dat mensen die binnenkomen, dat daar heel snel van duidelijk is, mag je blijven of niet. Als je mag blijven, leer je zo snel mogelijk de Nederlandse taal, ga je aan het werk, ga je meedoen. Maar mag je niet blijven, dan sturen we je ook zo snel mogelijk terug naar het land waar je vandaan komt. En dat betekent dat we ook goede afspraken moeten maken met die landen, zodat ze die mensen ook terugnemen. Ja, ja ik begreep niet helemaal. Is de vraag nou illegaliteit? Is dat dus mensen die te lang blijven, als in hun. langer ja, dus, dan hun verblijfsvergunning toestaat? Ja. Precies. Staat? ja. Ja, wij zijn, uh, anders dan D66, wij willen dat illegaliteit ook strafbaar wordt. Dat is nu niet zo. Hè. Dus uh, wat Jetty hier zegt, dat, dat is niet in lijn met het verkiezingsprogramma. Als mensen illegaal zijn in Nederland nu, dan, dan, dan kunnen ze gewoon illegaal blijven in Nederland. Wij vinden dat dat uh, ja, in strijd is met de wet eigenlijk. Want illegaal betekent niet wettelijk. Dus dan mag je hier niet zijn en dan zou je moeten worden. Uitgezet. En dat vind ik een heel normaal principe van een beschaafde samenleving. En dat je mensen uitzet, dat, dat, doet, dat doet elk land dat zichzelf serieus neemt. Dat doen de Verenigde Staten. Dat, 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 dat doen landen die het belangrijk vinden dat ze controle hebben over hun immigratiebeleid. En wij zijn een partij die dat ook heel belangrijk vinden. Maar Cherise wilde volgens mij weten hoe u die mensen dan gaat terugsturen. Want ja. vaak nemen die landen die mensen dan niet op. Ja, dat is, een, dat, dat is echt een kwestie van luiheid. Bijvoorbeeld, Marokko neemt mensen niet op. Maar wij sturen wel miljarden per jaar aan ontwikkelingshulp. en dat soort steun allemaal aan Marokko. Ja, is Er gewoon, is gewoon geen politieke wil. En er is geen politieke wil, dat zie je ook, omdat deze mensen. Die zijn voor de structurele transformatie van de Nederlandse bevolking. Daarom laten ze massale immigratie jaar in jaar uit toe. Wow. Dus het is onderdeel van hun overtuiging. Zij willen dat gewoon. En het, het, het maakt ze niet zoveel uit dat, dat die mensen niet teruggaan. Ja. Als je dat echt wil als Nederland, heb je in, een, in een weekend hebben wij dat gevikt. Maar hoe gaat u dat dan doen in een weekend? Ja, precies. Nou, bijvoorbeeld, je stopt dus, wat ik net zei, dat is één voorbeeld, maar je stopt met het geven van miljarden aan ontwikkelingshulp aan Marokko. En je stond... Dat is echt niet heel erg moeilijk hoor. Je, je bevriest okay. de buitenlandse te goede van Marokkanen die in Marokko wonen. Klaar. De, de, de Marokkaanse overheid kijkt gewoon naar hoe ver Nederland wil gaan. En wat Nederland tot nu toe doet. Is gewoon helemaal niet in geïnteresseerd. Je stopt de landingsrechten van de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij... op Schiphol. Dan is het klaar. In, in, een da, in een uur hebben wij dat gefixt. In een uur. Nou, oh, oh, maar de politieke wil ontbreekt. Ik geloof niet dat, dat is mensen het thuis trappen in beloftes... dat je binnen een uur of zoiets hebt opgelost... waar we al zoveel jaren mee worstelen. Maar in uw eerste antwoord zat een uh, rechtsextremistische dolkwissel... en die wil ik toch ook even markeren... alsof er een heel groot plan is om onze samenleving te verdunnen... door allerlei mensen uit het buitenland hier naartoe te halen. Dat heeft u ook eerder gezegd in een toespraak... Homoeopathische verdunning. Is echt rechtsextremistische taal moeten we ons ook tegen verzetten. Dimitro, jij wil een vraag?